Van de week heb ik hem gegeten. Ja, samen met Jut. We zaten aan voetbal te kijken. En toen zeiden we, kom, laten we Harry's tortilla gaan maken. Nou, en we zaten allebei te smikkelen. Ik zei, nou, dat moeten we heel snel op het kanaal gaan gooien. Heel snel delen met onze volgers. Want Harry's tortilla, jongens, dat is ideaal voor bij voetballen. Maar ook als je ineens bezoek krijgt. En, joh, oh, en hup. Dan komt de tortilla op tafel en je zal zien, chips en pinda's, die doen niet meer mee. Harry's tortilla, dat is hem. Kijk, dit heb je ervoor nodig om mee te beginnen. 3 aardappelen, een behoorlijke ui, ja, en 6 eieren. Dat is de basis. Komen nog een paar dingetjes bij, maar dat zie je zo wel. Nou, ik ga beginnen met de aardappelen. Eerst even schillen natuurlijk en dan even wassen. En dan gaan we, kijk, dat gaat nu gebeuren. In hele kleine, dunne plakjes snijden. Ik zei dunne, ja. Eigenlijk flinterdun. En daarna even lekker een uitje snijden. De uien en de aardappelschijfjes, die gaan even bij elkaar. Zo. Ja, die kennen elkaar natuurlijk van andere gerechten. Ja, maar zij weten, de ui en de aardappel, die weten gewoon, dit is Harry's tortilla. Olijfolie, vrienden. 2 kopjes in de pan. Gaan we. Kopje 1. En kopje 2. Nou, dat laat je even gaan, hè. Op medium gas laat je die olijfolie even lekker warm worden. En dan gaat het gas laag. Ja, en dan gooi je die aardappelen en die uien erbij. En die gaan dan, zeg maar, een minuutje of 20, ja, gaar worden. Ja, dat ga je even lekker husselen dan. He, zodat die olijfolie overal inkomt bij die aardappelen en bij die uien. Terwijl dat dus lekker aan het pruttelen is, gaan we bezig met de eieren, beste vrienden. Hup. Kijk. En hoe verser die eieren zijn, hoe lekkerder het is. Ja, 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 ja. Dan pakken we hier dit ding natuurlijk. Die kennen we allemaal. En dan gaan we hoor. Nou gaat het grote kloppen beginnen. Kijk. Ja, en nu komt de finesse van Harry's tortilla. Kijk, dat zijn deze lekkere plakjes ham. Die snij je in kleine stukjes. En die gaan er allemaal doorheen. Oh, dat geeft het nou net even dat meer. Weet je, maar je moet goede ham kopen natuurlijk. Hè? Lekkere ham. We zijn klaar. Dit is helemaal klaar. Even in de vergiet, zo. Beetje olie blijft in de pan zitten, laat je gewoon voor wat het is. Nou, en dan gaat alles bij elkaar, hier. De aardappelen en de uien. En dan komt natuurlijk de clou van Harry's tortilla, de ham. Die gaat er ook bij, zo, hop. En dat gaat even lekker door elkaar, zo. En daar gaat natuurlijk zout in en peper, ja. En dan gaat alles in de pan. Zo. Kijk. Hop. Normaal is het simpel, snel en smakelijk. Maar het woordje snel, vrienden, dat gaat hier even niet op. Nee, want je moet het gas vrij laag houden. En dan laat je dit gewoon stollen. Want daar gaat het om. En zo ga je dat voelt en ziet gebeuren. Kijk, dan ga je dat een beetje aan die zijkanten. Ga je dat een beetje losmaken. Ja, het mag dan wel niet snel zijn. Maar die S van snel, die wissel je in voor smikkelen. Kookvrienden, dit duurt dan een minuutje of 7-8. Dan laat je dit gewoon zo gaan. Zacht vuur. Want anders gaat het aanbranden. Dat mag natuurlijk niet. En daarna, dat komt nu, het moment van Hans Klok. Dat gaan jullie ook doen. Jullie gaan ook de Hans Klok doen. Want we gaan hem draaien natuurlijk. Daar komt hij. We gooien het bord, leggen we erop. Hop, bordje ligt erop. Dan pakken we de pan. En dan gaan we hier. Zo, om. Let op. Wat een kleurtje. Is dat even mooi zeg. En nu komt dan truc 2 van de Hans Klok. Daar gaan we. Hij gaat terug in de pan. Ja. Hop. Dus hier en kijk even mooi. En dan gaat hij terug op het vuur. Hup.
Weer een minuutje of 7 of 8. Ik ga hem proeven, hij is klaar. Ja, maar dit is natuurlijk een potje lekker. Ja, hij is nou warm. Hij is warm, maar eigenlijk moet je hem nog even een paar uur in de koelkast zetten. Want Harry's tortilla moet je eigenlijk koud eten. Dat is het allerlekkerste natuurlijk. Maar ja, ik wil hem toch wel even proeven, toch? Ja. Ja. Vrienden, dit is heerlijk smikkelen.